De Nederlandse Caribbean Surinaamse Latin TV-zender RTV7 heeft tijdens een live TV-actie voor Sint Maarten ruim 10 miljoen euro vergaard. Deze actie wordt in partnerschap met de Nederlandse publieke omroep NPO uitgevoerd. RTV7 heeft de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten bereid gevonden om aan de uitzending mee te werken. Het doel van deze landelijke actie is een evenwichtig beeld weer te geven van de gevolgen van orkaan Irma. Daarnaast willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk middelen inzamelen voor de getroffenen. Volgens Roy Risti, directeur van RTV7, loopt de live actie in Nederland door tot 12 uur 's nachts. Tegen die tijd denkt Risti dat het bedrag zal zijn opgelopen tot meer dan 10 miljoen euro. Onze ATV-nieuwsuitzendingen worden in Nederland live uitgezonden door RTV7.